Welkom bij de challenge. AliExpress. In deze serie voer ik opdrachten uit die ik binnen een bepaalde tijd moet voltooien. Haal ik ze niet, dan krijg ik een opdracht. En laten we eerlijk zijn, dat willen jullie natuurlijk zien. Jullie bepalen wat de opdracht gaat worden. En tijdens deze serie worden de challenges met iedere aflevering moeilijker. Denk aan challenges zoals vang een vis die groter is dan jijzelf. Overleef 48 uur lang in de wildernis met alleen maar zelfgevonden voedsel. Ben jij een activist, dan heb ik iets voor jou. Yo, dude, Zilfish 2020, dat is deze. Op deze aasje zitten maar liefst 5 haken. Waardoor jij niet één, maar wel 5 missen tegelijk kan. Wil je iets ook? Koop hem dan. Voor €22, stuur deze naar je huis en ben jij de mooiste vissen van. Dit heb jij altijd al gewild. Wow, deze moet ik hebben. Ik ga hem gelijk bestellen. Even kijken. Ik heb nog genoeg geld. Bel gaat. Een pakketje. Nice. Wat zal het zijn? Tren, kom eens. Ik heb een nieuw pakketje binnen. Wat heb je even mooi zo? Helemaal uit China. Geniaal. Dit is, ik heb van die rommel besteld bij AliExpress. Ik zag dit staan. Het ziet er nu nog niet zo uit als heel veel. Maar volgens mij is dit echt geniaal. Dit is dus een umbrella rig. En daar kan je dus 5 of 6 aasjes aan tegelijk doen. En daar kan je dus vis mee vangen. En misschien is het wel leuk om daar een challenge mee te doen, denk je niet? Ja, ik voel hem wel aankomen, ja. Zal ik als challenge doen een visje mee vangen met als bonus meer dan 1 vis tegelijk? Ja. Wat vind jij? 2 vissen, minimaal. Minimaal 2 vissen tegelijk. En als je het niet haalt, dan heb je de challenge niet. Goed. Nou, laten we gaan dan. Dit is het complete product, de Umbrella Rig. En zoals jullie kunnen zien zitten er op dit moment 5 aasjes aan. Ik dacht, ik zijn het 6, maar er zitten 5 aasjes aan. Waarvan 3 met een haak. En 2 heb ik gewoon gerigd en er zit geen haakpuntje aan. Zou hier in theorie, als er een schooltje baars achteraan zwemt en ze gaan erop happen, meerdere vissen mee kunnen vangen. Baarsen zijn vissen die echt in een groep jagen, in een groep achter die aas aan zwemmen. En heel vaak als je een baars hebt gehaakt, dan zwemmen er 1, 2, soms wel 10 mee om te kijken van wat gebeurt er nou. En mijn theorie is dat als we dit aasje gaan gebruiken, en ik heb nu zo zeg maar die onderste heb ik een haak aan en de buitenste 2, dan moet het gewoon wel kunnen lukken dat als er een groepje zit en je haakt er 1, dat je er misschien wel een beetje af. En dat is wat we gaan proberen. Fren en ik gaan nu de stad in. Ze gaan mij assisteren, want haar hand is nog steeds niet helemaal genezen. Binnenkort ga ik ook samen met haar een aantal challenges opdoen waarin ze zelf mee gaat doen. Ik heb er ook super vette spullen voor besteld. Wij gaan aan de slag. Dit wordt super leuk. Dus we gaan met 3 haken vissen. Ja. En de challenge is: vang minimaal 2 vissen. Ja, tegelijk. Ik ben heel benieuwd. Ja, en als ik verlies? Ja, wat is de opdracht? Dan mogen jullie een opdracht verzinnen. We zijn in Alkmaar, het is avond. Ik heb 2 hengels bij me. En we gaan eerst even wat eten, want het is eigenlijk etenstijd. We hebben hartstikke honger. Ondertussen Thijs wachten, ga ik alvast even een worpje maken, want ja, je weet het niet. Misschien klapt er gewoon eentje op. Het lekkerste patatje van Alkmaar. Lekker smikkelen. Nou, daar gaat hij. Ja, hoe moet je het zeggen? De eerste worp. Wat is dit, joh? Een umbrella. Of een turbopolyp. Turbo op de turbo. Welkom bij de turbopolyp. Wat mooi zijn, hè? Eerste worp. Ja, dat is wel echt goud. Niet mijn allereerste worp, want ik heb net stiekem al een worp gedaan. Ik ga heel even aan het andere kantje staan, want je hebt hele felle zon zo. Ik zie wel, hè. Stadswater is wel een klein beetje bruin, hoor. Ben ik niet heel erg blij mee. Baarsen zijn echt gek op helder water. Ik zie dat de stad echt bruin is. Normaal ga ik altijd even naar stad Alkmaar om baarsjes te vangen. Zit op zich, oh, lekker worpje Daniel. Zit op zich vis genoeg hier. Misschien. Normaal altijd een beetje paars vissen.
af en toe een snoekbaarsje. Misschien vangen we wel een snoek. Je weet het niet, hè? Nee, je weet het niet. Je kan van alles ermee vangen. Snoekbaars zou je ermee kunnen vangen. We houden gewoon alle opties open. We houden alle opties open. Dus af en toe een beetje wisselen tussen die en die hengel. Hier zitten iets kleine aasjes aan, hier wat grotere. Mooi wordt, Daniel. Mooi wordt. Oh, ik snap het al. Hij staat nog helemaal open. Dat meen je niet. Oh mijn god. Oh, heb jij even mazzel? Dat ging niet helemaal goed. Ik maakte een fout worpje waardoor ik een backlash kreeg. En ik mijn lijn brak. Mijn magneetrem helemaal opengezet. Dus ik maak net weer twee keer een heel nonchalant worpje. Ja, dat ging niet zo goed. We doen ook iets inhalen en dan kunnen we verder. Ik ga sowieso ook even naar een andere plek, want ik vind het hier echt, echt knijterstroebel. Ik hoop dat het straks verderop in de stad wat helderder is. Want dit is wel echt... Niet zo best. Ah ja, ja, als ik een baars was, zou ik hier niet gaan liggen. Nee. Baarsen houden er gewoon van om lekker ver door het water heen te kijken. Ze zijn gewoon genieters van hun omgeving. Verrekijkers. Precies, verrekijkers zijn het. Die willen helemaal niet in dat bruine water. Moet je even een klein beetje lachen, tussendoor. Ja. Verrekijkers. Ja. Oei, oei. Nee, maakt het allemaal niet uit. Het is wel echt best wel lekker weer. Af en toe zou je misschien een klein... Daniel. Oh. Rutsen, kijk altijd hier doorheen geboeten. Ik ben afgeleid, jongens. Af en toe zullen jullie misschien even een keer weer een windruisje horen. Maar ik hoop dat dit serieus de laatste video is voor mij zonder camera. Frenny filmt weer met mijn telefoon. Ik film met mijn GoPro'tje. We zouden net met een camera filmen, maar die ligt nog thuis. Lekker hoor, Daniel. In de winter, jongen, ligt hier al helemaal ramvol met vorens. En nu zijn ze allemaal weg. Hey, je springt zo te water, hoor. Grappig. Weg naar wat helderder water, dan pak ik gewoon ook dit soort plekjes, bruggetjes. Ik weet niet, kan een snoepje liggen, een baars, een mooie versmalling, schaduw. Even proberen. Nou, laat maar even zien dan. Onder de broek. Het is ook een challenge, hè? Even kijken of het lukt. Lekker hoor. Ik vind het wel geniaal. Het zou echt zo mooi zijn als we er meerdere vissen tegelijk kunnen vangen. Ja, maar ja, engeltjes. Eerst maar eens even eentje erop vangen. Inderdaad. Ik denk echt serieus dat het niet mee gaat vallen hier in Alkmaar nu op dit moment. Als je kijkt naar de waterkleur. Maar ja, misschien valt het wel mee van een zakseenskorvis. Komt er een miracle. Oeh, een meerval of een karper? Nou, ik wil nog niet echt, hè, mop? Nee, zo bruin het water. We gaan even weg uit Alkmaar. We gaan even naar een andere plek. Waar het water wat helderder is. Nou, dat was niet best. In ieder geval niet veel. Het kan zijn dat het aasje gewoon heel slecht is. Maar ik denk dat het echt te maken heeft met de kleur van het water. We gaan gauw naar een andere plek waar het ietsje helderder is. Ik weet dat er heel veel waterplanten liggen op dit moment. Maar er moet daar een baarsje te vangen zijn. Ik weet alleen niet of ze deze gekke umbrella rig gaan pakken. Gaan we zo zien. Aangekomen op de volgende zak. Dat is wel heel beroerd. Nee, oké. Okay. We zijn aangekomen op de volgende stek, dames en heren. En zoals jullie zien heeft Daniel het hengeltje alweer te water. Precies. Ik vind wel dat het tijd is voor een... visie. Even kijken of er een baars zit. Die geïnteresseerd is in mijn aasje. Het is hier prachtig helder. Ben je trots? Trots op het allerbeste aas van Nederland. Nou, het is tot nu toe nog niet het beste aas van Nederland. We hebben nog geen reet mee gevangen. Nee. En ik heb ook zulke kleine setjes aan vandaan, jongen. Ik moet er gewoon een baars op klepperen. Ja. Ik moet er gewoon een baars aan denken. Hoi, ja, achter gelijk! Hier dan. Kom op, is het een visje van 15 centimeter? Maakt mij niet uit. Show me some love. Ik denk dat dit de spot is. Dit is de spot. Zo, ik zie allemaal pikkels in zaten. Ja, dat zijn allemaal witvisjes.
Maar die baarsen moeten mij nu alleen nog even lol doen en gewoon bijten. Ja! Oh mijn god, ik heb beet. Yep. En dan ging je gelijk vanaf. Dat was een baars. Ja, dat was een baars. Shit, hé, dat was de eerste keer beet. Voor mij pakte hij precies het aasje waar geen haak aan zat. Ja, dat zal wel. 1 minute 37 seconds later. Ik had niet verwacht dat ik hier kon staan. Snoekgek. Ik schrik me helemaal op. Oh, voor mijn neus. Oh my god. Ik schrik, jongen. Nou, daarachteraan, ik klapte er vol op. Het was een heel kleintje hoor, maar het was er wel een. Heel klein snoekje. Ik knalde zo op voor mijn neus. Ook weer, nou, volgens mij ook gewoon weer op dat aasje zonder haak. 2 keer beet. In 5 minuten tijd. Dat is wel tof. Maar dat betekent dat het er dus wel echt in zit. Oh mijn god. Zeg je die planten bewegen? Kolk. Er kwam een dikke vis uit de planten vandaan. Ik zweer het je. Nee. De hele riet bewoog. Kolk uit planten. Er lag gewoon een dikke snoek tussen die planten in. Zo gek. Weet je wat wij gaan doen? We even kassen naar huis. Ja, het is niet echt gelukt. Ik heb 2 keer beet gehad, dat is wel heel vet. Maar 7 uur zijn begonnen, het is nu 9:15, het begint donker te worden. Ik denk dat ik morgenochtend nog even vroeg mijn wekker zet. En dan ga ik nog even een ochtendje proberen met dit aas. Want ik heb het gevoel dat er nog sowieso wel vis uit moet komen. Misschien niet hier. Misschien niet hier, zeker niet hier, meerdere vissen denk ik. Maar 2 keer beet betekent wel dat er potentie in zit. En ik ga even goed nadenken straks over een plekje waar ik misschien meerdere baars tegelijk zou kunnen vangen. Maar het feit dat ik gewoon 2 keer beet heb gehad... is positief. Ja, dat betekent in ieder geval dat het, zeg maar... je kan er een vis mee vangen. Ja. Maar ik denk dat ik nog gewoon... ik denk dat ik morgen nog even ga proberen. Ja. Is goed. Ja, is goed. Gaan we naar huis. Top. Goedemorgen! Het is de volgende dag. Het is lekker weer. We gaan er weer voor. Ik ga even een klein stukje rijden. Frans ligt nog op bed. Het is op dit moment 8 uur. En ik denk dat ik misschien nog een stekje weet... waar ik het kan proberen met die umbrella rig. Waar wij heel misschien nog een mooie vis kan vangen. En wie weet zelfs meerdere vissen. Ik ga een half uurtje rijden. Even 2 of 3 stekjes proberen. Ja, ik moet het gewoon even proberen. Ik weet gewoon, na die 2 aanbeten van gisteren, dat er een kans in zit dat ik wat ga vangen. Dus ik moet het gewoon even gaan doen. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb er zin in. Het is lekker weer. Ik heb er vertrouwen in. Tja, wie weet. Nou, daar zijn we dan aangekomen op een nieuwe plek. En ik heb al even in het water gekeken. Het is hier kraakje helder. Dus dat is wat mij betreft perfect. Ik ga weer op zoek naar de baarzen. En dit is een plekje waar ik eerder wel eens echt goed heb gevangen. Ik ben heel benieuwd of ze er vandaag zin in hebben. Of dat ze er vandaag zitten. Oké, daar zijn we dan. Een nieuw spotje. Ik zie hier een schooltje aasvis. Ik ga gewoon even een worpje maken hier zo. Want misschien denken de roofvissen wel dat dit schooltje aasvis nog een schooltje aasvis is. Mooie vissen gevangen, mooie baarsen, mooie grote. Laten we eerst even kijken of we een visje kunnen vangen. Dat zou ik wel echt heel blij mee zijn. Kijken wat een plekje. Hier zo onder kunnen vissen. Hier achter mijn brug, paaltjes. Ik snap er niks van. Gewoon, is het nou echt dat aasje zo slecht is? Of zitten die vissen er gewoon niet? Ik snap het niet. Dit is ook zo geniaal. Water staat hier hoger dan je loopt. Even kijken. En hier zo. Werken. We lopen zo achter. Misschien dat hier tussenin een dikke baars ligt of zo. Ja. Ja. Alles eraf. Wat gebeurt hier?
Oh mijn god, ik zijn mijn lijn doorgebakken. Ik had beet. Dat meen je niet. Dit ga je niet menen. Ik had serieus beet. En ik schuur zo mijn lijn door midden op die bak. Wat een pech kan je hebben. Ik heb hier zo vaak baars gevangen. Ik heb dit nog nooit gehad. Nee. Zo zonde dit. Shit. Ik geef het op. Ik ga terug naar de auto. We gaan naar huis. Dan gaan we dit aasjes even een eindoordeel geven. Nou dames en heren, het is tijd voor de review, toch? We gaan eens even naar het product kijken. We gaan het even met jullie bespreken. En zoals jullie hebben gezien is het een klein beetje fout gegaan. We hebben namelijk niks gevangen. En nou ja, we hebben het product. Het ziet er hartstikke mooi uit. Het ziet er hartstikke tof uit. Wat vind jij ervan als je het zo ziet? Ja, het is wel heel origineel. Ja, als jij vis zou zijn. Als je het zo door het water ziet gaan. Wat vind je van de actie van het aasje? Ja, dat is prima. Hij gaat wel gewoon echt lekker zo. Gewoon ja. Als je vis ziet. Ik zou zeggen voor de actie een 8. Ik vind echt een mooi aasje hoe het door het water gaat. Wat zou jij ervan zeggen qua cijfer? Ja, daar ben ik het op zich wel mee. Kijk, het doet wel wat het zou moeten doen. Het houdt je aasjes mooi in elkaar. Het zwemt recht. Dus op zich is dat ook wel nice. Het enige nadeel is dat je af en toe de aasjes in de knoop gooit. En in Nederland mag je maar met 3 haken vissen. En er zitten natuurlijk 5 haken aan. Nou heb ik het opgelost door dan geen puntjes eraan te maken. Aan 2. Maar wij hebben volgens mij 2 keer een aanbeet gehad gisteren. Ja, dus het is zeg maar niet dat je... Het is gewoon niet echt een... Superproduct. Een superproduct, maar... Nee. We hadden wel aanbeten, dus ze vinden het wel interessant. Ze vinden het wel interessant. Ja, en ik heb dus ook echt het idee dat het soms een beetje afschrikt voor de vis. Omdat het er zoveel zijn. En dat is dus waar ik het even over wilde hebben, inderdaad qua vangstkracht. We hebben 2 keer beet gehad, ik heb vandaag 1 keer beet gehad. Vandaag was wel een mooie vis, ik pak gelijk mijn lijn op die rand. Maar ja, ik heb echt goede plekken gevist waar ik zeker weet dat ik een ander aas wel had gevangen. Ik geef het echt qua vangstkracht een 2. Ja. Qua vangst is het echt helemaal poep gewoon. Nou ja, ik moet zeggen, eindoordeel. Het is grappig om er eens mee te vissen, maar het is wel een beetje voor mij in 1 keer en nooit meer. Misschien heb ik er ooit nog eens een keertje mee gaan vissen voor een leuke challenge. Het is gewoon niet. Het is het ik zeg eindoordeel een 5. Net aan geen voldoende. Ik zou het niet aanraden om hier mee te vissen. Nee. Nou heb ik wel iets leuks. Ik heb er nog 2 over. En die ga ik weggeven. Ga ik er 3 weggeven? Ik ga er 3 weggeven. En dat gaat als volgt werken. Let op. Ik heb de challenge niet gehaald. En de bedoeling van deze serie is dat als je een challenge niet haalt, dan krijg je een opdracht. Dus wat ik jullie wil laten doen, is ik wil jullie laten bedenken wat die opdrachten kunnen zijn. Reageer dat hieronder in de reacties. Francis en ik gaan de 3 leukste uitkiezen. En die persoon ga ik alle 3 een... zo'n ding opsturen met aasjes eraan. Dus zoiets zeg maar. Gewoon hè, met 5 aasjes eraan. Wil je dat nou winnen? Ga niet zeggen ik wil winnen. Nee, reageer gewoon. Goede opdracht voor mij. Het mag iets vervelend zijn. Het mag iets leuks zijn. Het kan zoiets zijn van Daniel, trek een bepaald pak aan. Ga ermee in Amsterdam vissen. Probeer er een vis mee te vangen. Het kan iets anders zijn. Noem het maar op. Kunnen liefst, heel veel leuke dingen ja, zijn. Liefst een beetje vis gerelateerd. Verzin wat. De 3 leukste gaan wij uitkiezen. En die personen krijgen van mij dus zo'n eentje thuis opgestuurd. Met aasjes eraan. Kan je thuis ook proberen. Ik hoop in ieder geval dat jullie het een leuke video vonden. En de volgende keer dus in ieder geval de opdracht. Geef even een like als je het nog niet hebt gedaan. Abonneer onder als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie graag aankomende woensdag terug om 7 uur bij een nieuwe video. Doei! Doei! Ik ben er klaar voor. Is dat hetzelfde wat je voor je wenkbrauwen gebruikt? Nee. Wat dan? Dat is eyeliner, maar dat werkt veel beter. Wat doe je? Ik ga zo een rondje maken. Nou, let's do this. Let's do this. Het ziet er echt niet uit, nee, jongen. Niet uit. We gaan het gewoon doen. Het is prima zo.